kijken hoe groot deze donuts zijn. Hier zit hij in. Aangekomen bij Six Flags. Nou, mijn haar gaat op standje verbranden. Ik denk dat ik de 300 traptreden zou gaan halen. Dit is dus de Rodeo Drive. Nou, even serieus. Ik heb ook nieuwe sieraden om van we hebben Guess Who. Oh, hij is zo, zo leuk. Goedemorgen en welkom weer bij een nieuwe vlog. En dit keer weer vanuit LA. Ik heb mijn vorige video gisteren afgesloten, maar het is vandaag weer maandag. En dat betekent dat we gewoon weer verder gaan met een nieuwe. En vandaag is een hele leuke dag gelijk. We gaan namelijk naar Universal Studios. Dus ik heb me omgekleed. Ik heb dit setje aan van Leo Liv. Dit is dus eigenlijk een pyjamaatje, maar ik vind hem dus gewoon veel te leuk om normaal te dragen. En mijn initialen staan er ook nog op. Maar ik ga even alle spullen verzamelen. Dan gaan we ontbijten en snel de auto in naar Universal Studios. En ik zei het net al, het is heel raar, want het zit dus soort van midden in de stad. Wat je niet verwacht van een attractiepark. Ik laat trouwens wel mijn camera thuis, want ja, ik vind het toch een beetje eng om mee te nemen. Dus ik laat hem hier, maar ik ga gewoon alles filmen met mijn telefoon. Dit is trouwens nou de look. Ja, in mijn vorige video heb ik ook gefilmd met mijn telefoon, maar ik vind het toch een beetje... En ik ben bang dat hij stuk gaat of ik moet hem in een kluis leggen, dus dat heeft helemaal geen nut. Dus ik laat hem lekker hier. We zijn aangekomen bij Universal Studios. We gaan het park in. We hebben echt een hele walk hier naartoe moeten doen, maar we gaan eventjes kijken of onze tickets doen of dat we zijn opgelicht. Ik heb eigenlijk echt geen idee wat ik hiervan kan verwachten. Nee, grapje, moet lukken. Nou, we zijn in het Simpsons deel aangekomen met de donuts. En dit is dus allemaal gebaseerd op de Simpsons. Ik kijk het niet, maar blijkbaar vind ik dit helemaal fantastisch. Hé, hey, dit is absurd. Kijk hoe groot deze donuts zijn. Holy shit, kijk mijn hand. Niet normaal. Ik had het leuke idee om de trap te pakken in plaats van de roltrappen. Veel hoger dan ik dacht. Ik zit op treden 205. We zijn in totaal nu 3 rides ingegaan. En de laatste liep vast, dus dat was niet echt top. We zaten letterlijk in het midden vast, wel opgelost en we mogen nog een keer, maar hij was niet heel bijzonder. Maar het is in ieder geval eventjes lunchtijd. Dit park is zo groot. Nou guys, laatste tredes. Ik denk dat ik de 300 traptredes wel ga halen. Je kan het hier een beetje zien, mijn kamer is letterlijk helemaal vanaf daar. Zo groot is het. Even naar de toiletten geweest, we hebben net gegeten en we zijn nu in Harry Potterland. Je ziet achter ons Universal Studios, want we gaan weer weg. We gaan namelijk door naar Six Flags. We hebben net besloten, maar het zit blijkbaar maar op een half uurtje afstand. Maar we hebben gewoon veel meer zin in achtbanen in plaats van dingen om te zien. Dus let's go. Aangekomen bij Six Flags. Even door de ticketportjes heen en dan kunnen we echt in alle achtbanen gaan. We gaan de volgende attractie in. Dit is de Batman attractie. We hebben er al 3 gehad. Ik heb echt tranen in mijn ogen van het lachen. Want iedereen schreeuwt en het is zo leuk. Iedereen is gewoon echt een kind. Mijn haar is gewoon helemaal uitgezakt. Ik ben kapot. Het was zo leuk vandaag. We hebben echt in 3 uurtjes hebben we echt heel veel achtbanen gedaan. Maar het is tijd om lekker terug te gaan. Want ik ben helemaal geslopen. Ik was nog toen 6:15 wakker. En het is nu volgens mij 5:15 en we hebben gewoon alleen maar dingen gedaan. Maar het was echt waard. Ik raad echt iedereen aan om naar Six Flags te gaan. Ondanks dat we echt helemaal gesloopt zijn, zijn we toch nog eventjes boven gaan eten. En de vorige keer dat we hier zaten was het helemaal donker. Maar nu zei hij dat we precies het goede tijdstip zitten met de zonsondergang. En ik ga denk ik voor de roasted chicken. En ze hadden echt een vet lekkere big fat fries. Dus die wil ik erbij. En... That's it, denk ik. Of die. Die broccolini was echt niet lekker. Dit is dus de rooftop. En het heeft een zwembad waar we nog geen gebruik van hebben kunnen maken. Maar morgen wordt het mooi weer. Dus misschien dat we morgen even gaan liggen. Let's go to the gym. Ik heb dit broekje aan van de Hollister. Ik ben heel bang dat hij open gaat. Ja, hij ging dus inderdaad open. Dan stond op de beveiliger. Maar broekje van de Hollister. Shirtjes van de Zara. Gewoon een normaal shirt, maar ik had geen sportshirt. En ik ga even sporten. Ik heb best wel weinig slaap. We worden echt elke dag om 6:00 ochtends wakker. Ik vind het best lekker. Maar ik heb ook natuurlijk die Aura ring. En die geeft ook gewoon aan van... Je lichaam is een klein beetje in de war. Hoe werkt dit? Oh, trekken. Dus ik ga lekker rustig aan doen.
Ik probeer mijn haar altijd zo min mogelijk te wassen, maar het was zover. Ik moest het echt gaan wassen. Ik had wel mijn eigen haarspullen mee, maar geen föhn. En deze föhn, ik heb er echt zo lang over gedaan om het überhaupt een beetje droog te krijgen. Ik ben nog niet helemaal klaar, maar moet je echt... Ik weet niet hoeveel wat hierachter zit of hoeveel kracht, maar dit duurt heel lang. Ik wilde dus heel graag hier een blow-out laten föhnen. Maar ik zag dat de salon pas laat open ging en ik wil gewoon lekker ontbijten. Dus ik dacht, nou, ik doe het zelf wel. Dus nou, de föhn vanuit het hotel. Maar ik heb wel mijn eigen stelton mee. Deze gebruik ik echt al jaren. Dus die van Max Pro. Alleen als ik een keer geëlektrocuteerd word, komt het door dit ding. Want het zijn altijd de steltangen die op knappen staan die het wel het best doen. Dus hiermee ga ik het even stylen. En misschien dat ik het dan vanavond of zo ga krullen. Want als ik dat nu doe, dan ben ik echt 6 jaar bezig. De grootste reden waarom ik het haat om het zelf te doen, is omdat ik het altijd echt bloedheet krijg. Nou, mijn haar gaat op standje verbranden. Oh, ik kan nu wel zien of een pony mij staat. Nee, het staat me niet. Dat weten we wel. Zo, en mijn haar is weer helemaal stijl. Stukken beter. Ik ben even in de shop. Maar kijk hoe leuk al deze bordjes zijn. Maar het is tijd om naar het ontbijt te gaan. Ken ik nog geen trek, dus ik ga alleen. Zo, dit was lekker. Ik moest echt even mijn maag vullen. En nu ga ik me klaarmaken, want ik heb even iets heel makkelijks aangedaan. Dit is trouwens van Modus Wanted. Echt super chill. Dus het is zo'n jurkje met een elastieke band. Ik heb mijn outfit aan van vandaag. En hij is van Pretty Little Thing. Mama heeft deze voor mij besteld. Die ging allemaal outfits voor mij bestellen. Met daaronder weer deze schoenen. En ik twijfel, want ik vind ze eigenlijk wel leuk erbij. Maar ja, het is één voor mijn benen. En we gaan nu de auto in. Gaan naar, ik weet niet hoe het heet, de winkelstraat. En die kunnen jullie niet laten zien. We zijn er wel al geweest, maar ik heb toen die middag niet gefilmd. Want het was volgens mij de allereerste dag. En toen hebben we echt heel veel gedaan, maar toen dacht ik, we gaan er sowieso nog terug naartoe en dan film ik het dan wel. Dus als het goed is, hebben jullie nog niet gezien in de vorige vlog. Nou ja, als het goed is, jullie hebben het sowieso nog niet gezien. Maar het is echt een mega mooie winkelstraat. Het is op dit moment ook pas 11 uur. Alles is pas net open. Dus ik hoop dat het nog rustig is. Oh my god, kijk hoe lekker dit eruit ziet. Echt top. Ik ga het niet nemen, maar ik ga wel voor een matcha. Mijn eerste matcha van de vakantie en hij is heel lekker. Dit was onze bestelling. Een matcha met amandelmelk, een croissantje en een water. En dit was $25 bij elkaar. Nou, dit ding alleen al was $12, dus ik hoop dat er goud in zit. En deze matcha was volgens mij ook €8. Dit is dus de Rodeo Drive en het is een hele dure winkelstraat, maar echt super mooi vind ik. Alle palmbomen tegenover Hermes. Maar daar gaan we niet heen. We zijn een uurtje verder en het is helemaal mooi blauwe lucht geworden. En we gaan nog eventjes wat winkels af. Kijk nou hoe mooi al deze winkels zijn. We zijn in de Air One, de winkel van Amerika. Maar kijk hoe satisfying dit ligt. Dit is gewoon de duurste supermarkt die er is. Maar dit is zo aesthetic. Oh, dit is ook echt lekker trouwens. Kijk waar we zijn aangekomen, bij Pacific Park op de Santa Monica Beach. Zo, we komen net terug van de Santa Monica Pier. Dat was echt super leuk. We hebben daar nog even in een gamehall gegamed. Maar ik heb dus in... waar ga je heen? In Palm Springs met Bibi op Coachella echt 3 keer... afters gehaald. Dat is een ijswinkel en daar hebben ze een milky bun en dat is dus letterlijk een donut met daarin ijs. En die winkel zit hier dus. Dus daar gaan we heen en hij zit dus weer op de Walk of Fame. Dus ik loop er eventjes over de sterren heen. Kijk, we zijn er! Dit is het. Leave your diet here. Nou, is goed. Hoe heet dit? Trekken. Dit is dus waar ik het over heb, de milky bun. En dan moet je dus ijs kiezen wat je ertussen doet en een topping. En ik ga voor die Cookie Monster. Oh mijn god, ik bestel het en hij zegt we hebben geen Milky Bun meer. Het is te laat. Dit is echt... Crumble is ook al dicht zeker. Nou, we zijn even bij Tankstone naar binnen gegaan.
Ik heb een Snicker cookie gehaald. Morgen gaan we naar huis halen. Een Milky Bun. Dat is echt een anticlimax. Ik heb eventjes een koekje genomen. Dat heeft wel weer mijn cravings weggehaald. Ik ben nu wel misselijk. Hij was wel echt heel vullend. Maar vanmiddag hadden we nog wat gehaald. Dat heb ik nog helemaal niet laten zien. Ik heb deze. Nou, ik denk alweer een half jaar of zo. Ik neem deze altijd mee als ik een nachtje weg ga of ga sporten. Dan doe ik een deo, een haarlak, een tandenborstel, een geurtje. Nou, deze had ik dit keer in mijn handbagage. Dat ik me gewoon lekker kon opfrissen in het vliegtuig. Maar ik wilde dus ook heel graag eentje voor mijn make-up. En dat is eigenlijk de eentje groter van deze. Nu was ik in Amsterdam, in Rotterdam, in Antwerpen. Volgens mij heb ik zelfs nog in een andere buitenlandse stad gekeken. Maar hij was altijd uitverkocht. Maar ik dacht, ik ga het weer proberen. En eerst kon hij hem niet vinden. Maar eindstand kwam hij aan met de goede. Dus ik ga hem even pakken. Onze kamer is trouwens echt een bende. Maar oké, het is alleen maar kleding. Hier zit hij in. En hij is dus echt wel een slag groter. Ze hadden ook nog een slag kleiner, maar ik vraag me oprecht af wat je daarin doet. Daar kan je echt alleen je oortjes in doen. Als je je afvraagt, hoe gaan jullie al deze spullen meenemen naar Nederland? Ja, dat is voor jullie een vraag. Voor ons ook, want ik heb nog geen idee hoe we dat gaan doen. Hij is dus bij deze, die ik heb, is mijn rits gewoon nog stroef. Omdat ik hem niet super vaak gebruik. Dus als ik hem dan dicht doe, moet ik altijd echt met veel moeite doen. Dus ik denk dat dat bij deze nu ook gaat zijn. Maar kijk hoe mooi. En dan kan ik hier mijn make-up in gaan doen. Ik ben echt helemaal blij hiermee. Hoe maak ik hem open? Hier. Oh, deze rits gaat echt veel makkelijker. Heel blij mee. Ik ga gelijk mijn make-up erin doen. En mijn make-up eraf halen. En lekker naar bed. En hoe laat is het? 11:30. Nou, dat is voor ons heel laat. Morgenochtend zijn we waarschijnlijk gewoon weer om 6:00 ochtends wakker. Echt niet best. Wat leuks te vertellen? Nee, ook helemaal niet verteld waar mijn outfit vandaan is. Van Lofies. Alles. Behalve de langsleeve. Maar dat is gewoon een witte. Good morning. Zoals jullie weten doe ik altijd in Nederland een ochtendwandeling. En ik heb het hier nog niet gedaan, omdat ik altijd naar de gym ga. Maar we hadden nog geen rustdag gehad. En dit keer werd ik wel echt pas om 9:00 wakker. We lagen er ook pas laat in. Dus ik dacht, oké, vandaag is een rustdag. Maar dan ga ik wel even lopen. En ik weet nu iets beter de wijk waar we zijn, waar je wel en niet kan lopen. Dus ik dacht, dat ga ik, dan ga ik gewoon even een stukje lopen. Ik heb hier al vaker gelopen. Mijn keel doet trouwens nog steeds heel veel pijn, maar ik weet dat dit wel een goede buurt is. Anders zou ik dit nooit alleen doen in Amerika. En zou ik hem ook niet laten gaan. Maar hier lopen we wel vaker. Ik heb even een trui aan. Ook van Kenneth. Letterlijk een jurk voor mij. Op mijn sportlegging. En ik ben onderweg naar de Target. Ik ben namelijk al bijna alle tijden dat ze hier zijn. Dat is bijna een week. Op zoek naar de Lemmy gummies van Kourtney Kardashian. Ik heb nu de Lemmy Deep Load. En ik wil ook de Let Me Sleep. Maar die is overal uitverkocht. En ik moet hem hebben. En bij de Target zijn ze verkrijgbaar. Dus daar ga ik even heen lopen. Het is een half uurtje lopen. Dus dat is perfect. Half uur heen, half uur terug. Het enige nadeel is dat het naar beneden toe lopen is. En dat is op dit moment een voordeel. Maar straks een nadeel. Ik ga me eventjes klaarmaken. We gaan voor het eerst vandaag eventjes zonnen. In hoeverre dat gaat. Ik weet niet hoe warm het is. Nou, ik heb uitgelopen. Het was wel warm, maar ik weet niet of het ook echt lekker is om te gaan zonnen. Maar we gaan in ieder geval even naar het dakterras. Maar kijk, ik heb al mijn make-up erin gedaan. En ik wilde even laten zien wat nu mijn gezichtsroutine is. Mijn puistjes worden... Oh my god, dit is nog van glas ook. Worden eindelijk wat minder. Het is nog niet weg, maar oké. Ik ben alleen bang dat als we straks terug gaan vliegen, dat het dan net weg is. En dat het dan weer allemaal terugkomt. Maar ja. Ik gebruik als eerste deze Charlotte Tilbury Magic Cream. Ik heb deze al heel lang niet gebruikt, maar ik vond hem mini. En ik dacht, dat is wel heel erg handig om mee te nemen. Niet dat ik die opkrijg, maar... En als je trouwens afvraagt waarom ik mijn make-up ga doen voor het zonnen. Nou, het is hier niet zo bloedheet dat je make-up eraf smelt. Misschien hebben jullie het ook al gezien de afgelopen dagen. We hebben eigenlijk nog geen één keer echt in super warme kleding gelopen of zo. Nou ja, juist super koude kleding, maar... Ik hoop dat die dagen wel nog komen. Dan doe ik een zonnebrand op. Deze is dus mijn nieuwe van Glossier. Die heb ik een paar dagen geleden gekocht. En hij is echt heel erg fijn. En het is heel erg raar, want je zal niet verwachten dat dit een zonnebrand is. Kijk hoe het eruit ziet. Het is gewoon letterlijk doorzichtig. Maar ik heb mezelf wel aangeleerd om elke dag zonnebrand te dragen.
En dan als laatste stap ook deze nieuwe primer van Urban Decay, de Ultra Glow. En gisteren had ik dus in de ochtend mijn make-up gedaan. En toen heb ik letterlijk een power nap gedaan van 2 uur. Nou, meiden, jullie weten wel, als je dan wakker wordt, dan is je make-up gewoon letterlijk van je hoofd verdwenen in je slaap. Maar ik werd wakker en ik hoefde mijn make-up gewoon niet eens opnieuw te doen. En ik weet echt zeker dat het hierdoor komt. Het is echt heel chill. Ik doe een klein beetje concealer op de buisjes die ik heb, voordat ik daar wat foundation op doe. Maar dit moet gewoon weggewerkt worden. En deze van Huda Beauty, ja, jullie zien hem te vaak. Dit is gewoon echt mijn favoriet. En voor foundation mix ik deze Giorgio Armani, maar deze is heel dekkend. Dus die mix ik een beetje samen met deze van L'Oreal, de True Match. En die heb ik in kleur 1.5. Voor contour gebruik ik deze e.l.f. Halo Glow. En soms doe ik dus liquid contour, soms ook niet. Ik had deze laatst opgestuurd gekregen van L'Oreal. En dit is de Invisible Brows. En dit is gewoon letterlijk een wenkbrauw. Nou, ik laat echt alles vallen. Een wenkbrauwgel, maar er zit geen kleur in niks. Want ik heb ze voor mijn vakantie gelukkig nog laten verven. Mijn grootste angst is wel echt dat iets in deze toiletten gaat lekken. En dan ga ik echt huilen. Maar laten we hopen dat het niet gaat gebeuren. Voor concealer onder mijn ogen gebruik ik deze van Dior. Hij is eigenlijk nog iets te donker. Ik hoopte echt dat ik hier bruin zou worden, maar het zit er helaas niet in. Poeder onder mijn ogen van Huda Beauty. En dit is volgens mij de Peach Pie. En ik heb ook een roze, maar deze vind ik net iets mooier. Deze blush van Dior matcht helemaal mijn setje, maar deze gebruik ik ook echt al heel erg lang. En hij is wel wat duurder, maar het is het echt waard. Hij is zo mooi. Hetzelfde geldt voor deze bronzer van Pat McGrath. Deze heb ik ook in 2 kleuren. Ik weet eigenlijk niet, ik pak er altijd gewoon eentje. Dit is de kleur Desert Glow. En ik heb mijn gezicht nu best wel mat gemaakt met die poeder. Dus dan ga ik er even overheen met iets wat ik niet kan vinden. Deze van Charlotte Tilbury, de Champagne Glow. En ik doe dit gewoon met een grote kwast, want ik vind een glow wel gewoon heel erg mooi. En dan zet ik het allemaal vast met een setting spray. Ja, het is deze van Olcay Girls Beauty, maar dit is alleen het flesje, want ik mix echt 6 setting sprays. Die doe ik allemaal hierin. Volgens mij zit er eentje van MAC, eentje van Urban Decay, een klein beetje van deze van Olcay zelf. Maar ik mix ze altijd heel erg. Ik ga trouwens eerst nog een kleine shimmer op mijn... Nou, even serieus. mijn ogen doen. Van dit paletje. Zo, dat zit er allemaal op. En dan eigenlijk alleen nog een lip liner. Maar degene die ik op wil zit in een van de tasjes daar. Maar ik doe wel even snel deze op van Huda Beauty in de kleur Sandy Beige. En deze is net iets te veel naar mijn huidskleur toe. Waardoor ik hem niet heel erg mooi vind bij mij. Nou, het is me weer gelukt om van de badkamer een top te maken. Dat is echt een van mijn specialiteiten. Ik doe nog een beetje droogshampoo in. Deze van Bjorn Axen. Ooit gehad in een perspakketje. En ik vind hem echt heel erg mooi. Nou ja, fijn. En dan natuurlijk deze birthday balm van Glossier. Ik gebruik ze echt zoveel dat ik denk dat ze erop zijn eer dat ik naar Nederland toe ga. Oh ja, dit setje is trouwens van Olivia en Kate. En deze bikini die ik aan heb is van, ik weet het niet, Isaluna volgens mij. Die had me deze opgestuurd. En ik vind hem heel erg cute. Het plan van eentje bij het zwembad liggen is mislukt. Want we kwamen boven en ze waren blijkbaar een heel podium aan het opbouwen. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Het is ook een woensdag, dus dat is heel random. Maar we gaan nu naar Malibu toe. Daar zijn we nog niet geweest. En dan gaan we eventjes lunchen. En ik wil heel graag nog over de pier lopen daar. Ik denk dat het echt heel erg mooi is. Dus het is wel een uurtje rijden. We stappen de auto in. Nou, ik stap de auto in. Ik hoef niks te doen. Passenger Princess. Oh my god, jongens. We zijn terug bij Afters. En we hebben onze Milky Band. Dit is echt absurd. Ik heb dit al 3 dagen lang gegeten op Coachella. En ik heb Candy zo benieuwd gemaakt. Als het niet lekker is, dan heb ik echt 3 dagen verpest hier. Het is fantastisch.
Ik ben helemaal blij dat ik mijn Milky Bun eindelijk heb gegeten. Hij was zo lekker. Ik had het niet willen missen. Maar ik wil nog heel even laten zien wat wij hebben gehaald bij Kit. Het is dus een winkel die je eigenlijk wel over heel de wereld hebt. En ze hebben er gewoon heel veel verschillende merken, maar ook hun eigen merk. En daar hebben we wat basics van gehaald. Ik heb zelf... Even kijken, ik moet wel het goede pakken. Nou, ik heb deze niet gehaald, maar ze zijn wel echt super leuk. Sokken van Kit met dus de K en dan een beetje een groen reliefje erdoorheen. En ik vind ze echt cute. Ik hou van witte sokken. We hebben een cadeautje gehaald. Ik weet niet of ik het kan laten zien, want ik weet niet of ik het al heb gegeven als deze vlog online komt. Dus ik laat het heel even voor wat het is. Maar het is echt mega cute. En voor mezelf heb ik een heel leuk topje. Het is eigenlijk een sportshirt, maar ik vind het stofje gewoon heel erg mooi. En dat is deze crop top. En er staat alleen in het wit Kit op. Ik ben blij dat ik mijn kleurtje heb genomen. Want hij was er ook in het zwart en in het wit. Maar ja, daar heb ik wel echt al heel erg veel van. En ik let altijd op met kleding dat ik zo min mogelijk zwart koop. Omdat mijn katten gewoon echt heel erg verharen. En als je echt één keer een zwart kleding item aan hebt, je hoeft die katten niet eens te aaien. Maar die haren vliegen gewoon door het huis heen en het zit gelijk op je kleding. Dus daar probeer ik wel op te letten. Ik heb wel een andere donkere kleur en dat is deze. Dit is een longsleeve, maar wel cropped. Ook weer het logo. En oh, het is wel... Oh, ASMR. Het zit erop. Nou, deze is heel erg leuk in maat XS, want ik vind het leuk als hij dan ook wel echt cropped is en niet zo'n ongemakkelijke lengte wordt. En dan nog wel een basic gewoon in het wit. En dat is wat ik heb gehaald. Zoals ik al zei, het is hier dus ook niet super warm. Dus in de avonden is het echt zo moeilijk om te kiezen wat je aandoet. Dus het is wel fijn als ik gewoon wat lange mouw dingen heb. Ons ontbijtentje voor vandaag is de Henry. Het ziet er heel erg leuk uit. Het is echt pas net open, vandaar dat het nog niet druk is, maar... Let's go inside. Ik heb mijn slippertjes aan. Eerste keer deze vakantie. Deze zijn van Gucci. Het is vandaag alweer donderdag. Dus dat betekent dat we nog maar, even denken, volgens mij 3 dagen hebben hier. De eerste dagen gingen zo traag en nu gaat het opeens echt super snel. Ik heb ook nieuwe sieraden om van My Jewelry. Deze. Mijn oorbellen vind ik ook echt mega cute. Zijn van die strikjes en een simpele ketting. En we hebben net ons eten besteld. Ik ben voor een club sandwich gaan. Ja, meer heb ik eigenlijk niet te vertellen. Oh my god, dit is echt een hele grote club sandwich, maar hij ziet er wel goed uit. Okay, I'm on a mission. We waren even lekker aan het chillen op de kamer. Wacht, ik ben weer beneden. Ik ben bang dat we moeten staan. Oké, we waren aan het chillen op de kamer, maar we waren gisteren bij Kit. En daar had Ken een heel leuk setje gepast, alleen hij was er niet meer in zijn maat. En om de hoek zit nog een Kit, dus ik ga er ergens heen lopen. En ik hoop dat ze hem daar wel in zijn maat hebben. Dat zou heel leuk zijn, want dan kan ik hem alsnog voor hem halen. Ik draag trouwens ook mijn nieuwe Ami Paris cardigan vest trui-achtig iets. Ik vind hem zo leuk, maar ik dacht dat het kouder zou zijn, maar het zonnetje schijnt. Volledig. Ik kan de ingang niet vinden. Er staat wel hier heel groot op de muur. Kit? Maar ik weet niet waar de ingang is. Oké, okay, we staan in de lift. Ik denk dat ik er nu moet zijn. Kit. What the fuck, kijk deze prijs. Dit is absurd. Holy moly. Het was de laatste, dus ik heb geluk. Oh my god, like I said, het is echt zo warm. Ik had deze trui niet aan hoeven doen. Oh my fucking god, kijk wat ik heb. It's crumble time. Ik heb echt net mijn make-up afgehaald, maar it was a surprise. Ik heb echt net een hele pasta naar achter gegooid, maar Ken kwam terug met letterlijk een doos met alle crumble cookies. Hij is aan bellen, maar ik kan niet wachten. Ik ga ze allemaal met jullie proberen en ik ga gewoon beginnen bij de eerste. Dat is deze, de donut. Ik ben zo excited. Ik heb ook gewoon niet eens trek, maar het moet naar binnen gaan. De icing is heel lekker. Het koekje zelf is... Mwah.
De Brookie heet die volgens mij. En ik ga hem zo door midden doen, want ik... Oh my god. Ik ben gewoon letterlijk aan het watertanden. Het kwelde op mijn mond. Ik ga een hapje nemen uit het midden. Het brownie deel is wel heel gooey. Maar ik hoef een hapje van de chocolate chip kant. Dat is die kant. Deze is echt heel machtig. On to the next. Ook weer chocola. En dit is de... Volgens mij heet die chocolate sprinkle. Ik wil hem natuurlijk precies breken op die... toef. Ik ben heel benieuwd naar deze. Ik hou van chocola, maar dit is te machtig. En die crème. Deze ben ik heel benieuwd naar. Ik weet even niet meer hoe die heet. Volgens mij iets met coconut lemon pie of zo. Dit is hem. Oké, let's try. Ik denk dat deze heel lekker is. Ook al hou ik niet echt van kokos. Ja, hij is alleen niet zo zacht van binnen. Ik vind het wel heel lekker als die cookies nog zo zacht zijn van binnen. Dit is volgens mij de normale. Oeh, deze is heel zacht. Oh my fucking god. Dit is gewoon bijna rauw. Maar wel heel lekker. Nou, ja, deze is gewoon perfect. En dan nu, last but not least. Deze was dus al gebroken in de doos. Maar we gaan doen alsof ik hem nu breek. Wauw. De cinnamon swirl. Hier is de perfecte bite. Dit is gewoon een snickerdoodle cookie. Hij is al zo zacht dat als ik hem zo hou, hij gewoon letterlijk breekt. Hij is wel heel, heel suikerig. Zie je die kaneelsuiker? Dat is dit letterlijk. Ik vind toch misschien deze nog wel het lekkerst. Ik ga kotsen denk ik. Terug bij het ontbijtplekje van gisteren. Ik hoop trouwens niet dat mijn camera valt, want dan valt ook de zout op mijn hele tafel vol. Maar we zijn weer terug bij de Henry. Het was echt lekker gisteren. Die, wat had ik? Club sandwich was top. Maar ik vind het zonde om hem weer te bestellen, maar hij was wel zo lekker dat ik hem nog een keer zou bestellen. Maar misschien ga ik toch voor het anders. We zijn eventjes gaan zitten op het terras en we hebben spelletjes gehaald. We hebben Guess Who. Volgens mij heet het in Nederland gewoon Wie Ben Ik. Niet Ravi. We hebben Yatse. Die zit nog dicht. En we hebben gewoon kaarten gehaald. En we gaan beginnen met Wie Ben Ik. Het is wel heel anders dan in Nederland. Maar dit is wel... Het hoort toch zo te doen ofzo? Toch? Of niet? Kijk, hij zet het zo. Zo. Oké, we hebben dus een feest binnenkort. En het thema is roze en paars. En ik heb dus een jurk gevonden die echt prachtig is. Maar ik ga de rest ook nog even passen wat hier hangt. Nou, deze jurk was echt zo prachtig dat hij mee is. Ik ga hem zo even... Nou, hier verstond je echt letterlijk niks van. Anyway, wat ik wilde zeggen is dat ik de jurkjes mee heb genomen. Ik ben er zo blij mee. En we zijn nu hier bij het café.
cafeetje waar we de eerste dag... Was het de eerste dag? Ik weet niet. Eén van de eerste dagen ook al van beter. Namelijk het Sing Café. En ik heb lekker scrambled eggs besteld. En ik zou nu even aan het wachten. Oh my god, ik had dus een koekje gegeten, dus ik krijg het gewoon letterlijk niet op. Maar het was zo lekker, echt zonde. Nou, echt. De laatste dag moesten we nog even shoppen. We zijn in de Grom Hearts winkel. En ik heb deze broek, hing er alleen nog maar niks XS. Ja, mijn naam staat er nog net niet op. Jullie weten hoe erg ik van rood hou. Hij is zo, zo leuk. Ik zou hem ook gewoon letterlijk hier mee dragen. Ik vind het zo leuk. Deze top vind ik ook leuk, maar hij is basic. Ik zou hem nemen, maar Ken raadt hem af. Wij liggen lekker in bed en ik ga deze, wow, deze puist gaat echt al te lang mee bij mij. Maar ik ga mijn vlog lekker afsluiten. Morgen vliegen we weer naar huis toe in de avond, dus we hebben wel nog een ochtend en middag. Ik moet zeggen, ik kan ook niet wachten om lekker naar huis toe te gaan. We zijn hier 10 dagen geweest, het was zo leuk, de tijd is echt voorbij gevlogen. Maar ik kan ook niet wachten om Navy, Bruno, Rover... vriendinnen, iedereen weer te zien. Ik heb altijd een beetje heim mee. Dus dank jullie wel voor het kijken. En vergeet niet te abonneren om gewoon weer mijn volgende vlog te zien. Waarin ik lekker naar huis toe vlieg. Ik vind het altijd leuk om te filmen ook in het vliegtuig en zo. Omdat jullie het altijd leuk vinden om te zien hoe bijvoorbeeld business class vliegen of iets is. Dus vergeet zeker niet te abonneren om meer te checken. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei!